Hey, yo! Dus even relax, man! Je hoeft geen geweld te gebruiken. Yo, dames en heren, de Giergast hier. Wij hebben groot nieuws voor jullie. Ja, we hebben namelijk een track gemaakt met Boef, met Busy, met Atje, met je broer en supergaande. Als je ons niet gelooft, wat ik kan begrijpen, dan moet je gewoon naar de aflevering aankomende dinsdag kijken. Ja, maar dit grote nieuws willen natuurlijk heel groot ook de wereld in slingeren. En het liefst via RTL Boulevard. Maar er is er één probleem. Wij zijn nou niet echt drie van die type tv-BN'ers die er zomaar een item krijgen. En daarom vinden wij dat wij het heft in eigen hand moeten nemen. Ja, wij gaan inbreken in de live-uitzending om onze eigen shine te forceren. De vraag is, hoe kom je in de uitzending van RTL Boulevard? Ik weet dat je bij die entree altijd beveiligers hebt, dus dat is in principe een no-go. Ik zeg, we komen gewoon in beeld bij die ramen achter de presentatoren met behulp van een hogewerker. Oké, Boulevard bevindt zich op het Leidseplein, precies boven de H&M op de eerste verdieping. Dus we hebben de meeste kans om in beeld te komen, wanneer we bij het tweede raam omhoog gaan. Dus ik denk dat we de hoogwerker naast deze lantaarnpaal moeten plaatsen. RTL Boulevard begint om 6:30. Dus in het eerste half uur kunnen ze nog wel een zwaar onderwerp bespreken. Dus dat lijkt me niet het beste moment om binnen te vallen. Dus als we daar om 7:00 zijn, lijkt het helemaal goed. Het lijkt mij het beste als wij als monteurs of elektriciens komen. Daar staat natuurlijk een lantaarnpaal en die komen wij dan vervangen. Dan hebben we ook een geel hesje nodig, zodat we goed in werkkleding zijn. Want ik denk dat de politie gaat komen en als die dan komt, dan hebben wij in ieder geval een plausibel verhaal dat wij monteurs zijn. Ja, het Leidseplein is eigenlijk sinds kort nauwelijks meer te betreden met de auto. Omdat ze dus overal paaltjes hebben geplaatst en stopborden. Dus we hebben in feite twee opties. Optie 1 is de kant waar het brede paaltje omlaag staat. Dat is de westkant. Het probleem alleen daarvan is dat ik niet zeker weet wanneer dat paaltje omhoog gaat en wanneer naar beneden. En daarbij, we moeten ook langs een politiebureau. Ik zeg dat is een no-go. Optie 2 is de oostkant van het Leidseplein. Daar staat ook een paaltje omlaag. Maar die staat er tot 7:00 omlaag voor auto's die moeten laden en lossen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we voor 7:00 voorbij dat paaltje zijn. Dan wachten we even. Op het moment dat we dan verder rijden en het hoekje omgaan, hangt daar vol een camera. Die zal ons dan spotten. Dus we moeten ervoor zorgen dat we dan binnen 30 seconden die bus voor de H&M krijgen. En hier hebben we Joost met hoofdwerker. Hoeveel kilo kan erin? Ik kan maar 120 kilo in, dat is één persoon. Ja, dag. Ja, ik weeg niet zoveel. Ik weeg ook 60. We kunnen toch wel weer ons. Als jij je buik inhoudt, dan weeg je minder. Precies. Oké, laten we het gewoon proberen. Nee, ik hoor hem nu al kraken. Nee, dit gaat niet. Dit is niet goed. Oh! Ja. Dat valt gewoon uit. Ja. Godsamme. Oh, is dit kut? Nou, dan moeten we ronddobbelen. Rock, paper, scissors. Ja? Best of three? Best of three. Nee, gewoon één keer. Oké. Okay. Rock, paper, scissors. Yes! Ja, jij wilt het ook zo graag, hè? Oké, nice. Dit is gezet, dit is gezet. Oké. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Spannend? Ja. Het is fucking geniaal. Jij moet wel even je hesje alvast. Oh ja, klopt. Dus... Want we gaan... Dat doen we zo meteen, we willen niet te veel opvallen. Oké, okay. We staan nu om de hoek van het Leidseplein. Ja. We hebben de bus even geparkeerd, we staan nu binnen de paaltjes, dus we kunnen ons nu even niks meer maken. Het Boulevard is in principe nu bezig. En we zijn binnen 3 minuten als we gaan rijden op het Leidseplein. Voelen we een beetje? Ik voel hem wel hard. Voel jij een beetje? Ja, ik sta strak van de zenuwen. Ja. Hoe lang duurt die reclame, man? En we zijn er. Zijn we er? Mooi. Oké, hesjes. Oké, Nelis. Oké. See you in prison. Yo, see you on the other side of the moon. Oké, okay, Marty, waarom krijg je het idee dat dit zo'n teringdom idee is? Omdat het dan een teringdom idee is. Het nieuws op een alternatieve manier brengen. En even wat gaat shine pakken, toch? Nee, het is briljant. Het is briljant. Vandaag is het Nationale Poepdag. Heel belangrijk, want poep kan je heel veel vertellen over je gezondheid. Hoe staat het bij Boulevard? Ja, er is een topic die niet... Dus je hebt nu een instartfilmpje. Want het gaat over poepen en we poepen niet goed genoeg, Hadassa. Nou, we praten er niet genoeg over. Yo, Nelis. Ze zitten in een andere ruimte in één keer. Ja. Je maakt geen grapje. In de studio.
zitten niet in de studio. Ik meen het. Er zijn ook mensen die niet genoeg poepen. Maar we praten er vooral niet over. Want het is niet sexy om te praten over poepen. Het is een taboe. Jezus, dit filmpje gaat letterlijk over kak. Het gaat over poep. We hebben geen grap. Dit is echt kut. Ja, mensen schamen zich over poep. Ze vinden het stinken. Het wordt in het verdomhoekje geplaatst. Oh my god, kap hiermee. Joost, rustig aan. Ik kan niet zachter dan dit. Ik ga twee. Dan ga je stilstaan nu. Terug. Achteruit. Ah, dit is helemaal fout. Nog 10 meter. Oh. Yo, rustig, rustig. Ja, er staat nu beveiliger. Er staat nu beveiliger. Spar. Ja, die is niet happy. Oké, meteen stap uit. Zorg dat ik ruimte krijg. We zijn nog steeds. Weet ik, maar ik moet omdraaien. Ja, stap uit, Niels. Laat maar uitstappen. Nou, je kan nou, hoor. Hij staat aan. Ga omhoog. Mag ik vragen wat jullie gaan doen? Wat wij gaan doen? Ja. Dan moet hij een lamp fixen. Kut, Martijn zit met een beveiliger. Oké, er is hier namelijk een live-uitzending boven gegaan. Een live-uitzending? Ja. Oké. Hey Joost, er is een live-uitzending boven gegaan. Niels, ga omhoog. Je hebt namelijk RTL Boulevard hier boven zitten. Ja, we hebben ook zo onze orders natuurlijk. Die kuppen veilig van Boulevard houden. Ga omhoog. Ah ja, ik ga nu dwars door het beeld heen. Lekker. Hij staat er gewoon van. Maar ze staan hier in de studio. Ja, maar hij die bij je. Wij komen de lamp hier verwisselen met nummer 3. Nee, er staat met een spandoek nu voor de ramen. De politie komt eraan. Oh jee. Wil je zorgen dat hij nu naar beneden komt? Dat kan ik niet doen, dat kan alleen hij doen. Dan ga jij zorgen dat hij nu naar beneden komt. Kun jij gewoon tegen Niels zeggen, zelf wat ik ga doen. Hij hoort mij natuurlijk niet. Ik kan hem even proberen te bellen. We staan nog steeds niet in de uitzending. We moeten zo'n kruk hebben. Ja, het hoeft niet per se deze kruk te zijn. Dat is wel handig, want die kan je goed schuiven onder de toilet. Kunnen jullie hem even heel snel naar beneden doen met het apparaat? Ja, ik heb daar geen controle over. Ik kan hem niet naar beneden doen, dat kan alleen hij. Alleen hij kan naar beneden doen. Ga nu zorgen dat hij eruit komt als aanbieden. Ik kan hem nu gewoon naar beneden komen. Nu ga je er gewoon regelen. Ja, dat snap ik. Hey Niels, je moet naar beneden halen. Kan ik weg, hè? Nee. Als hij die auto heeft, een grote probleem, kan je niet naar beneden halen. Dat moet je echt zelf doen. Aan de hand hierbij. Ik heb een hoogwerker. Kijk jij wel een beetje uit dat je hier naar beneden cirkelt? Ja, Niels, je staat erop. Nieuws 20. Nieuwe track. Track. Released. Release. Gierige gasten. Gierige gasten, featuring Boef en Busy. Goeie stuk. Dankjewel, hè. Toedeloes. Lekker Niels. Lekker Niels. Dat is dit. Dat is hier nooit gebeurd. Dit krijgt nu elke avond boven. Nou, ik denk niet dat mensen ineens continu een hoogwerk gaan neerzetten. Oké, terug naar het filmpje. Lekker Niels. Ik wil naar beneden. Hey, yo. Dus even relaxed, man. Je hoeft geen geweld te gebruiken. We zijn in de live-uitzending gekomen. Yes. Zo, ik sta wat te trillen, ouwe. Het is gewoon wel gewoon gelukt. En daar ben ik tering bij op. Wat zijn we aan het doen? We hebben een grap uitgehaald met een hoogwerker. Ja, wat blijkt? Ja, als je dus hier op het Leidseplein met een hoogwerker gaat krijgen, vindt de politie dat niet heel erg leuk. Want de gierige gasten die hier zojuist achter stonden, hoogwerker hadden meegenomen en met een spandoek stonden te zwaaien, worden nu ondervraagd door de politie, die het allemaal niet zo heel leuk vond. Dat is een keuringje wel waard geweest, ja, precies, denk ik. Ja, goed, dat gebeurt achter ons. Meneer Kruijma, nu is de puurder, die gaat de bon krijgen. Hoeveel is de boete, denk je, ongeveer? Misschien 90 euro en 9 euro niet staat. 90 euro en 9 euro, oké. Kijk, hier. Ah, nee joh, gast gooit even spannend. Gouden actie bij RTL, gigasten. Bam! Volgende gigasten, joh. Gaan we naar RTL Boulevard. Ja, toch. Ga maar, los, joh. RTL Boulevard. Dankjewel. Oh, lekker deze. En dat maar voor 99 euro. Jezus, wat lekker dit. Nou, met andere woorden, de promotie is goed gelukt. Ja, zeker. We hebben onze shine helemaal, niet helemaal gratis gepakt.
Nou, ja, er zat een heel klein prijskaartje. Dit was het echt dubbel. Maar dit is precies wat we wilden. Ja. Dit was precies waar we dit voor deden. Maar ja, nu moet jij sowieso dinsdag checken. Want dan ga je precies zien hoe onze track in elkaar zit. Wat we hebben gedaan om onze track weer gratis te fixen. Ja, als je dit vet vond, wacht maar tot het nummer uitkomt. Ja, en dat ruikt. Dus aankomende dinsdag zie je hoe de track gratis is gefixt met al deze rappers. En dan vrijdag komt de clip online. Ja. 20 april. Check hem. Dit wordt zo dik. Zie je dinsdag. Later.